Kema hebben we zitten, we hebben een Tennet, we hebben een Alliander. En al die bedrijven die hebben gezegd van ja, maar op de vierkante kilometer hebben we gewoon zo 80 bedrijven die allemaal hetzelfde aanvullen op de energietransitie. Nou, en die bedrijven willen van elkaar leren en ook met elkaar verbinden. En wij zien als gemeente Arnhem echt een verbindende rol daarin. We gaan ze een plek geven waar ze geconcentreerd samen kunnen werken met het onderwijs, met overheden en met ander bedrijfsleven. En dat is Connector. En we hebben hier op dit terrein ook de Han Hogeschool zitten die al met waterstofdingen aan het doen zijn. Die jongens zijn zo slim, die vinden nieuwe dingen uit waar die bedrijven denken, wauw, maar daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Er ook waarde uit te halen, werkgelegenheid, nieuwe bedrijven. Maar ik zou het ook mooi vinden dat we het ook uitstralen in congressen. En dat we voor elk jaar een groot energiecongres gaan houden over die energietransitie. Deze lege gebouwen, die zitten allemaal vol eind 2022. Die zijn we nu aan het verbouwen. Ondertussen gaan de innovatieprogramma's al lopen. Vanaf 2023 zijn we hier echt op stoom.